Hoi, mijn naam is Hugo Kennis en ik ga vandaag een heerlijk gerechtje maken met die oer-Hollandse witlof. Super lekker, ik ga gekarameliseerde witlof maken. Daarvoor heb ik nodig witlof, boter en suiker. Easy as that. Maar daarbij maak ik nog een tray bake en daarvoor heb ik nodig aardappel, rode ui, citroen en chipolata worstjes, een beetje olie. En een pesto ga ik maken nog met knoflook, peterselie, basilicum pecorino en pijnboompitjes. Wil je nou alle ingrediënten even teruglezen? Check dan hieronder in de beschrijving. Ik ga eerst beginnen met die tray bake. Die moet dan namelijk langste in de oven. Dan gaan we de krieltjes. Die zijn al gewassen. Prachtige jonge aardappeltjes zijn dat krieltjes. Die gaan we even over de lengte halveren. Het fijne aan een tray bake is, ja, eigenlijk zegt de naam het een beetje al. Je legt alles op een plaat. Ideaal. Als je gewoon niet heel veel tijd hebt, kun je dit namelijk zelfs voorbereiden, al het snijwerk. En die tray bake, nou ja, 25 minuten voordat je aan tafel gaat, gewoon in de oven zetten en je bent klaar. Je zou op een tray bake ook groenten erbij kunnen leggen. Pak dan wat hardere groenten. Maar ik ga nu met die witlof werken, dus daar maak ik even een apart gerechtje van. Een beetje uitspreiden, dat ze niet te veel op elkaar liggen. Dat ze allemaal gelijke temperatuur krijgen en mooi gaar en bruin worden. De citroen, ik ga een soort citroendressing, citroenolie maken voor over die tray bake. Dat je een beetje die frisse smaken krijgt. Dus we zesten wat van de citroen. Dan kun je natuurlijk een zeefje gebruiken, maar je hebt toch de raspel vies gemaakt. Dus je kan ook hiermee de pitten opvangen en het sap uitknijpen. Want een rasp fungeert ook prima als zeefje, zoals je ziet. En dan delen we ongeveer een theelepel, zest en wat sap in een bakje. Iets meer sap. Gaat een klein beetje olie bij. Ongeveer twee eetlepeltjes. En dit is een beetje de vinaigrette voor over die tray bake zo dadelijk. Dit even bewaren, die hebben we straks dus nodig voor de pesto. De uien. Die gaan we in parten snijden. Dus zorg dat het worteltje intact blijft. Eerst gewoon doormidden snijden, dan het velletje eraf. Voorzichtig klein beetje het worteltje eraf snijden, maar niet dat die uit elkaar valt. Echt alleen die haren eraf snijden. Dat die mooi intact blijft en dan snijden we die eventjes door de midden. En nog een keer door de midden, dus dat je zeg maar 8 parten per ui krijgt. En die mogen ook meteen op de tray bake erbij. Door uien zeg maar te karamelliseren, een beetje te poffen in een oven, worden ze ook lekker een beetje zoetig. En dat eigenlijk met die frisse vinaigrette, het warme van die worstjes, het krokante van de aardappel, heb je een hele fijne tray bake. Ik ben ondertussen wel benieuwd geworden wat jouw favoriete recept is met witlof. Laat het even weten in de comments, vind ik leuk. Kunnen we van elkaar leren. Handig. Dan de chipolata, de worstjes. Snij ik gewoon eventjes in 4 stukken, schuine stukken. Waarom schuin? Ziet er gewoon leuker uit. En door ze door te snijden komt er wat meer vet uit die worstjes. Dat trekt een beetje in die aardappel, dus dan heb je ook automatisch je jus. En dan bak je aardappels ook mooier. En dan die dressing. Even mengen. Dat mag er gewoon een beetje overheen. Dat helpt het bakproces en het geeft dus ook een beetje frisheid aan het gerecht. Kun je het nog een klein beetje husselen, dat overal dat laagje citroenolie zit. Heb je nou geen grote ovenschap, pak dan 2 trays. Want je wil het niet te veel opstapelen, want dan is die bovenkant bruin en die onderkant is gewoon, heeft te weinig temperatuur gehad. Het kan zelfs nog rauw zijn. Zorg dat je dat goed verdeelt, die worstjes goed verdeeld zijn. Gaat hij in de oven 25 minuutjes op 200 graden. Verder met de gekarameliseerde witlof. Onwijs lekker is het en ook wel goed en leuk als je denkt, oh, kinderen houden niet van witlof. Door witlof te karamelliseren gaat dat bittertje eruit, wordt hij wat zoeter. Dan krijgt hij een mooi laagje karamel. Ja, ik vind dat onwijs lekker. En dan die witlofstronken. Nou kun je even een heel dun plakje van die achterkant snijden. Halveren we de witloffen. Probeer hem dus aan elkaar te houden. Natuurlijk vallen er 1 of 2 blaadjes af. Maar als je die kern dicht laat, blijft de witlof intact. En ik wil ze zo intact mogelijk hebben. Nou, flinke witlof, dus ik ga hem even in 2 pannen karamelliseren. En waarom? Je wil dat ze gewoon goed hitte krijgen, anders ga je weer opstapelen, net zoals met die tray bake. Dat wil je niet. De witlof is met de platte zijde in de pan leggen. En nu gaan we ze eerst eventjes bruin bakken. Het karamelliseren doet hij al een beetje van nature, want bijna eigenlijk iedere groente heeft ook suikers in zich. Maar om hem daar een extra karamellaag te geven, voeg ik op het laatst wat suiker toe. Doe dat nou niet meteen in het begin, want je wil wel dat die witlof ook een beetje gaart, een beetje gaar wordt. En suiker verbrandt dan, want karamel gaat natuurlijk op een gegeven moment heel heet worden. En je wil niet een verbrande karamel, want dat wordt bitter.
Ja, de reden dat witlof witlof heet, is omdat we hem wit houden. En hoe doen we dat? Hij wordt in het pikkendonker opgekweekt. Dus die wortels worden buiten gekweekt op het veld. Het loof eraf, wortels worden opgegraven. Gaan tijdelijk in een vriezer. Dan worden ze dus in die houten planken gezet, in houten bakken. En dan in een pikdonkere cel, net zoals met paddenstoelen, worden ze opgekweekt. En zolang ze geen licht zien, is er geen fotosynthese en blijven ze wit. Ze worden zelfs ook bitterder als ze groen worden. En waarom die witlof nou een beetje bitter is, nou ja, dat is het afweersysteem van de plant zelf. Om te zorgen dat er geen konijntjes en andere dieren aan die plant beginnen te knabbelen. Vandaar dat hij dat lichte bittertje heeft. Nou, als hij even wat temperatuur heeft gehad, ik wil kijken of wat kleur op zit. Ja, als hij gewoon net een beetje bruin begint te worden, drijven ze om. Die is mooi. En hier zie je ook, hè, die bruinkleuring is al eigenlijk de karamellisatie van de witlof zelf. Als die bruinkleuring mooi aan één kant is gebeurd, zet het vuur wat lager. Kun je even een deksel op de pan doen. En dit zorgt ervoor dat het witlof juist een beetje gaat garen. Gaan we verder met de pesto. Pesto is iets wat te weinig mensen vers maken, terwijl het super simpel is. Sterker nog, een pesto kun je van heel veel producten maken. Deze wordt iets frisser, dus ik ga deels peterselie gebruiken en dus wat citroen toevoegen. Maar überhaupt een pesto maken is echt een ideale manier om oude kruiden, stukken groente zelfs op te maken. Je kan zelfs pesto's maken van het blad van je radijs. Echt onwijs lekker is, een beetje een pittige pesto. Knoflookteentje. Help ik even op weg door hem in een paar stukjes te snijden. Hoeft niet netjes, want het gaat ook in een blender. Kaas. Help ik ook even een eentje op weg. Pijnboompitjes. Ja, en kruiden naar wens. Ja, ik ga dit dus met basilicum doen. Je mag die stelen ook gewoon toevoegen. Er zit ook heel veel smaak in. En de stelen van basilicum zijn heel nat vocht. Er zit veel vocht in. Dus die kunnen er gewoon bij. Heb je nou een oude basilicumplant, die gaat verhouten, dan gaan die stelen echt letterlijk een beetje houterig worden. Haal dan alleen de bladeren eraf, maar verse basilicum kan gewoon met tak en al. En peterselie, idem dito. Wat citroensap erbij, met die 6 nog, die we over hadden. En dan mag er olie bij. En zout heb je niet nodig, omdat je dus die pecorino gebruikt en die heeft al zout. Pesto. Hoe simpel wil je het hebben? Heerlijk, hij ruikt nu ook heel fris en vers. Ik vind persoonlijk pesto zelfs lekkerder een dag later. Of zelfs 2 dagen later. Of zelfs 3 dagen later. We gaan terug naar de witlof. Ruikt nu al heerlijk. Je hebt alleen nog maar roomboter en witlof gebruikt. Maar door die karamellisatie en die verhitting van die witlof krijg je prachtige smaak en geur. Nu gaat het vuur van beide pannen weer goed omhoog. Doordat je een deksel op de witlof hebt gedaan, komt natuurlijk wat condens. Wat je ook wil hebben, want dat is stoom. En stoom zorgt voor de garing. Maar nu wil ik juist die stoom weg hebben, want ik wil echt pure hitte hebben. Zodat die suiker snel en mooi karamelliseert. Nu is de pan goed heet, je ziet hem weer walmen. Gaat er een klein beetje een dun laagje suiker overheen. Het mag ook op de bonen van de pan komen en natuurlijk op de lofjes. Eén keer draaien. Omdat die pan super heet is, karamelliseert die suiker super snel. En dat zie je ook, je krijgt een mooi lichtbruin laagje op die witlofjes. Ik kan een druppeltje water toevoegen. Om de karamel los te krijgen van de bodem en dat die mooi gaat plakken aan de witlof. Vuur maar uit. Gekarameliseerde witlof. Aardappeltjes op het bord. Die mooie gepofte uitjes erbij. En natuurlijk die mooie gekarameliseerde witlof. Kijk eens hoe prachtig licht bruin karamellaagje erop zit. Je kan hem een klein beetje uitwaaieren. En dan een klein beetje van die pesto erover verdelen. En voilà. From Hugo Witlof. Gekarameliseerde witlof met een heerlijke tray bake. Superleuke. Eigenlijk hele eenvoudige maaltijd en echt iets anders met witlof. Wat echt waanzinnig lekker is.